Nou, ik maak mij niet zorgen specifiek of er een wolf wordt afgeschoten. We weten dat er stropen plaatsvindt. Laat ik het dan maar even onder scharen. Daar vindt gewoon handhaving op plaats. De boswachters, de groene boa's, die reageren ook op signalen die daarvan komen of wat ze zien in het bos als dat gebeurd is. Dus ja, daar wordt gewoon naar gekeken. En als iemand dat doet, dan krijgt hij dus ook straf. Er wordt gemonitord, maar zijn er dreigingen? Nou, niet specifiek voor de wolf. We weten dat er op wilde dieren gejaagd wordt door mensen die dat niet mogen doen. Nou, daar vindt handhaving op plaats. Dat is voor een wolf niet anders dan voor een wild zwijn of een haas of wat dan ook. Niet verhoogd, niet minder ook. Gewoon net als alle andere dieren. Wordt de beveiliging opgeschroefd nu er toch dreigingen zijn in het buitengebied? Wordt er dan extra gemonitord of maatregelen genomen? Nou, we monitoren niet extra. Wat vorig jaar wel is gebeurd is dat er meer dan 1 miljoen is uitgetrokken voor extra handhaving in groene gebieden. Dat staat overigens los van de wolf, maar dat algemeen met handhaving en toezicht in de groene gebieden te maken. Dus het landbouwgebied en de natuurgebieden. Dat doen we samen met organisaties als Stadsbosbeheer, natuurmonumenten, de landschappen, maar ook met de wildbeheereenheden. En er zijn dus ook heel veel groene handhavers bijgekomen. Schrikt u er niet van dat toch een Belgische wolf, waar ook toezicht op is, dat de Vlaamse Staatsbosbeheer zogezegd toch zegt van nou ja, hier is wel een wolf gewoon gedood. Ja, maar het gaat mij niet om of er nu een wolf is gedood. Het gaat mij om de vraag, wie haalt het in zijn hoofd om zomaar een dier af te maken? Daar hebben we regels voor dat we dat niet willen. En ik vind dan een wolf niet erger dan een konijn, om het maar even zo te zeggen. Je maakt geen dieren dood zonder dat daar een aanleiding voor is. En die aanleiding hebben wij vastgelegd in onze natuurgebieden. Hoe doen we dat? Dat gaat op basis van populatieaantallen. Dus dan gaat het over het beheer van het groen. Niet om het doodmaken van dieren. Dat kan het gevolg zijn, maar dat kan nooit zonder regels. En ook nooit zonder toestemming. En dat mag dus niet.